Voor het gerechtshof in Leeuwarden staat donderdag een 51-jarige Groninger terecht. Groningen ging in hoge beroep tegen een gevangenisstraf van 8 jaar die de rechtbank hem oplegde. De verdachte die heeft geprobeerd om de Jumbo af te persen. Dat heeft hij gedaan door te dreigen met ontploffingen. En hij heeft ook daadwerkelijk explosieven geplaatst bij de Jumbo. Volgens het Openbaar Ministerie en de rechtbank is er voldoende bewijs dat de supermarktketen Jumbo werd afgeperst. Dat heeft hij gedaan door te dreigen met ontploffingen, maar hij heeft ook daadwerkelijk explosieven geplaatst. En zijn doel was om de Jumbo ertoe te bewegen 2000 bitcoins aan hem over te maken. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan deze zaak. Dat heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld op een zaterdagmiddag de Jumbo, eigenlijk de hele Euroborg ontruimd is geweest. Dat heeft natuurlijk heel veel angst teweeg gebracht bij al het winkelend publiek, maar zeker ook bij de medewerkers van de Jumbo. Bovendien heeft de verdachte instabiele explosieven gebruikt die bij het minste of geringste tot ontploffing hadden kunnen komen. En één daarvan had gewoon de kracht van 5 tot 8 handgranaten. Dus het is een bijzonder zware zaak. Morgen donderdag is de inhoudelijke behandeling. Dan zal het OM in hoger beroep met de strafeis komen.